Oké, ik heb de TNT hier in mijn handen. Perfect voor de spectaculaire TNT-valstrik die we gaan maken. Want we moeten natuurlijk die robots in de geheime gang opblazen. Maar wat voor mechanisme gaan we maken om te zorgen dat het opgeblazen wordt? Wil je tripwire kunnen we doen? We kunnen pressure plates doen. Misschien zelfs een dispenser of zo. Ik denk eigenlijk dat pressure plates wel het fijnste is, toch? Dat zie je niet, dat is makkelijk. Daarvan weet je zeker dat het werkt. Ja, en ik denk ook, het is wel een mine of een tunnel die ze gemaakt hebben. Dus als iets niet opvalt, dan is het natuurlijk steen. Want ja, er ligt overal steen. Het ligt er al, ja. Nou, laten we die snel maken en dan moeten we meteen naar die tunnel toe om die valstrik neer te leggen. En hopelijk trappen ze dan snel erin. Ik ga heel even kijken hier in de oven. Wat voor steen was de ondergrond? Weet je dat nog? Was dat kobbel? Volgens mij was het echt een troepje. Volgens mij was er van alles. Ik heb hier steen. Is dat gewoon normaal steen of is dat... Ik heb steensteen. Steensteen? En hier hebben we ook nog stone bricks of andesite. Heb je 2 steen voor mij? Ik heb er 18. 18? Jeetje, jij bent een steenfabriek, jij. Maar moeten we misschien ook nog heel steen meenemen wat we er dan op kunnen plaatsen? Anders dan zien ze misschien die pressure plate. Ja, hou het gewoon bij de hand. Maar kijk, ik heb deze pressure plate precies in de kleur van de steen gemaakt. Oké, top. In plaats van cobblestone. Dus als het goed is, zou dit kunnen werken. We kunnen eventjes kijken of het, of het druk is nu in de tunnel. Laten we heel even de camera checken. Okay. Om te kijken. Ook of er trouwens niemand van de gekke professor of de medewerker is. Ja, misschien hebben ze wel nieuwe villagers erheen gebracht. Daarom, je weet het niet. Om te helpen. Laten we even kijken op de camera. Oh nee, daar is de medewerker. Oké, die is er dus nog wel. Hij is alleen. Ja. De gekke professor is er niet bij. De robots, die staan wel stil. Zie je dat? Ja, ze zijn uit of zo. Huh. Oké, nou laten we gewoon die kant op gaan en dan kunnen we bij de deur gewoon... Is dat wel veilig? Nou ja, we kunnen toch wachten totdat hij weg is. Dan kunnen we snel naar binnen. Okay. Want vorige keer was hij ook heen en weer aan het lopen tussen het geheime lab en de geheime tunnel. Dus als we hem gewoon weg zien gaan, ja, dan kunnen we net zo goed naar binnen, toch? Ja, dat is wel waar. Ik kom eraan, ik kom eraan. Ik dacht ik moet wat eten hebben. Heb jij eten? Ik heb een appel! Oh! Natuurlijk. Ik heb helemaal geen eten. Oh, nou, kijk eens even. Krijg jij... Op tractatie van Bob krijg jij hier een lekker aardappeltje. Dankjewel. Daar ben ik blij mee. Misschien kun je trouwens ook Levio gebruiken om even wat sneller die kant op te gaan. Het wordt nu ook licht en hij was daar in de avond. Dus misschien denkt hij zo van, nou, het is licht. Ik ga weer richting het lab toe. We moeten wel goed checken of hij wel echt weggaat, anders hebben we een probleem. Ja, nee, anders hebben we zeker een probleem. Maar trouwens ook voor nieuwe mensen die kijken. Welkom bij de Magie Survival. Kijk eens eventjes, dit is magie. Wow. We kunnen gewoon vliegen. We kunnen allemaal wolven inspannen. En, oh, wat? Weet je nog waar het is? En hier, we kunnen flamen. We kunnen vuur, we kunnen alles. Dus welkom bij het kijken van de video. Het was volgens mij, het was net voorbij zijn huis. Ja, het was hier een beetje langs de rivier, hè? Ja. Oh, maar wacht even, let trouwens even op. Ga nu naar de zijkant, want het zou kunnen dat hij nu elk moment eruit komt, hè? Ik denk dat dit de beste plek is om te verstoppen, want het was... was het daar nou om het hoekje? Was het niet hier links? Nee, het was verder. Oh, hoe kunnen we nou de geheime tunnel weer kwijt zijn? We zijn er maar 1 keer geweest, hè? Ja, dat is waar. Maar dan is hij dus wel echt... Ja, daar beneden, daar beneden, daar beneden. Oké, volgens mij heeft hij me niet gezien. Nee? Ik zit te kijken, waar is hij heen? Oh, hij staat hiernaast. Ik hoor hem. Ja, ik kom nu naar jou toe. Ja, ja. Nee, ik probeerde ze in te stellen. Zoals jij zei, zodat ze gingen minen, maar nu staan ze allemaal uit. Nee. Dat wist ik toch niet. Ja. Nee, inderdaad. Ja, oké. Ik kom nu naar je toe. Dan kan je daarna mee komen. Ja, ja, tot zo. Daar gaat hij. Hij probeerde iets in te stellen. Waarschijnlijk bij... Oh, die robots die stonden stil, toch? Oh, wat je zag op de camera. Ja, ik denk dat dat gewoon een fout was. Oh, dat is perfecte timing. Laten we naar binnen, laten we naar binnen. Oh, dat is echt perfecte timing. Nu kunnen we dan eindelijk gewoon veilig naar binnen. Inderdaad. En dat betekent dus ook nog dat ze uitstaan. Dus dat ze ook niet ons zullen aanvallen. Nee, precies. Of misschien ook niet kunnen opnemen of zo dat we zijn. Of überhaupt ervan weten. Even kijken, is het nou hier? Ja, het was hier volgens mij. Ja. Of we zaten gewoon helemaal verkeerd, hè, bij dat huis. Oh, wat erg. Oké. Even kijken. Hier is dus, als het goed is, de geheime... Ja. Oké, zijn er robots? Ja. Oh, de robots zijn er nog. Maar... Wow, dat zijn er veel. Ze staan uit. Wow.
Oh, dit voelt heel raar om hier zo tussen de robots te zijn. Ik denk dat we heel snel moeten zijn. Straks komt hij terug om het te fixen. Ja, maar waar zetten we dan die... die TNT neer? Heb je trouwens een pickaxe bij? Ik heb helemaal geen pickaxe. Oh nee. Ik ook niet. Echt niet? Maar ik kan er wel eentje maken. Oh, dit is... Waarom zijn wij zo slecht voorbereid? We zijn een geheime inbraak aan het doen en we hebben niet eens een pickaxe bij ons. Oh, er liggen hier pickaxen. Kunnen we niet eentje pakken? Waar. Nee, dat valt op, of niet? Nee, maar dan leg ik hem gewoon terug. Nee, maar ik heb diamonds bij me. Ik kan gewoon een pickaxe maken. Oké, okay. Dan hebben we geen sporen. Oh man, ja. Oké. Ik ga even kijken. Ja, waar doen we zoiets? We willen eigenlijk natuurlijk dat als die robots aangaan, dat dan meteen die TNT afgaat. Dat lijkt me het handigst. En hier, dit is al een zwak punt. Want we zien dat er allemaal gravel en dingen naar beneden zijn gevallen. Zullen we gewoon hier die pressure plate maken? Hier in het midden? Ja. Want dan moeten ze er wel overheen lopen. Je kan er bijna niet langs zonder. Oké. Ik ga trouwens heel even kijken, terwijl jij hier hakt, heel even kijken of die nog verder is gegaan, de tunnel, of niet. Oké, top. Trouwens, de tunnel is niet langer geworden. Ik zie dat de pickaxes liggen nog steeds op de grond. Dus ze hebben nog niet succesvol de tunnel kunnen hakken. Maar ja, waarschijnlijk omdat een soort medewerker die het verkeerde knopje heeft gedrukt bij de robot. Kan het ook anders dan fout gaan bij die twee? Het is echt niet normaal. Oké. Ik heb er nu een flink aantal eromheen gedaan, zie je dat? Ja. Is dat goed? Ja, dat denk ik wel. We moeten alleen echt opletten dat we niet op die pressure plate gaan stappen. Dus misschien kun jij beter alvast deze kant op komen. Oh ja, dat is een goeie. Hoeveel? Oh, dat zou wat zijn. Zo, dan zetten we nu af. Oké, maar we moeten snel zijn. Ja. Volgens mij kan je gewoon hieronder weer steen zetten. Dus als ik hem zo doe. En dit. En dan... Oh, ja, die past er net niet naast. Maar ja, dit zal ook wel genoeg zijn, dit toch? Dit zijn er zoveel, ja. Maar hebben we ook gewoon normaal stone? Ja, die heb ik mee. Oh, die heb je mee. Oh, je bent zo goed voorbereid. Let's go. Oké. Ik denk dus dat dit werkt. Niet. Oh, dat vind ik heel spannend of dit gaat werken. Nou, we gaan het zien. Ik zet hem erop, oké? Ja? Niet meer in de buurt van die pressure plate komen. Nee. En dan gaat hij er... Als die robot hier rechts van jou gaat lopen, dan gaat hij er meteen overheen. Ja, maar dat is de bedoeling als ze straks aangaan. Ja. Niet als ze nu aangaan. Oké, wacht even. Was het nou links of rechts? Deze? Deze, toch? In het hoekje. Ja. Weet je ja. het zeker? Anders gaat het fout, hè? Moet ik hem even checken? Nee. We doen het hier. We moeten echt er vandoor. Oké. Oeh. Het valt niet op, hoor. Het is hier zo rommelig ook. Ja, en het is ook die robots, hoop ik, gaan er overheen lopen. Ik hoop het ook. Ja, dit is super. Oké, laten we zo snel mogelijk weggaan. Ja. Terug. Weg. En dan moeten we de camera checken. Oh jee, het is ook erg licht. Oké. Ja, wil je nog in de buurt blijven of niet? Laat alsjeblieft meteen wegwezen hier. Oké. We gaan richting huis. Anders dan weten ze misschien dat er iets is gebeurd. Ja, dat is waar. Oh, ook hier weer opletten. De medewerker kan gewoon vanaf die kant komen, hè, met de gekke professor. Ja. Ik denk dat we gewoon eventjes Levio moeten gebruiken. Even onze mana, hupsakee. Laten we gaan. Woe! We vliegen! Hij ging deze kant op. Wat? Hij ging toch deze kant op ook? Ja, dan gaan we wel iets meer omhoog. Oh jee. Oh, het is gewoon gelukt! Ik hoop zo dat het werkt. Oh. Ik ook. Want als dit lukt en we weten ze inderdaad... tegen te houden of te verslomen. Dan kunnen we dus snel naar die geheime kamer achter de waterval. Want daar hebben we als goed is de code van, toch? Ja. Dus dan kunnen we daar naar binnen. Precies. Oké. Nu is het net, dan zijn we thuis, is het net alsof er niets gebeurd is. Niets aan de hand. Helemaal niks. Wow, we kunnen trouwens echt heel lang Levio gebruiken. We hebben gewoon bijna alles gedaan daarmee. Dit is zoveel sneller. Oké, nou ja, ik denk dat het misschien een minuutje duurt voor die er is. Dus voordat we de camera checken, hebben we nog leuk nieuws. Want aanstaande woensdag komt het strandlaken. Hij is zo groot. Het is een mega strandlaken. Die komt aanstaande woensdag om 5 uur in de webshop. En we geven een bijpassend kaartje met onze handtekening op. Zowel die van Misha als van mij bij elk strandlaken dat verkocht wordt. Dit uiteraard totdat de kaartjes op zijn. Dus wees er snel bij. En scoor lekker dat strandlaken voor het strand of zwemmen. Schoolles of lekker op vakantie of gewoon om heerlijk thuis in de tuin te liggen. En die komt dus aanstaande woensdag. Gaan we de camera checken? Ja. Kijken of er al iemand is geweest. Oké. Oh. Eventjes kijken. Komt die? Ik zet hem aan. Oeh. Ik zie de professor en de medewerker. Wacht even, ze zijn volgens mij aan het praten. Ik zet even het geluid aan, oké? Oh, je bent ook zo'n
Oede, hoe heb je nou al deze robots uit kunnen zetten? Ja, ik was gewoon druk aan het werk en ik drukte op een knopje. En toen ging het helemaal fout. Ja, maar kijk nou naar deze robot hier. Hoe kan je zo'n meesterwerk uitzetten? Dit is verschrikkelijk. Dit doet gewoon pijn aan mijn ogen om te zien. Ja, prof, hou dan maar je mond. Je weet, de baas wil dat we zo snel mogelijk deze tunnel afmaken. Dus haal op met zeuren en zet die robots nou weer aan. Ja, altijd de baas dit en dat. Nou, Oelewapper, loop met me mee naar het controlepaneel. Kijk, je hebt heel simpel hier links één knopje, die zet je aan, zo. En dan heb je natuurlijk aan de rechterkant hier de startknop. Nou, drie keer raden wat je daarmee moet doen. Ik start het. Ja, natuurlijk, Oelewapper, moet je die starten. Kijk, hupsakee, ik leg erop. En als het goed is, zo, zet. En dan werkt het weer. Zo, was het gewoon zo makkelijk? Dit had ik nooit verwacht. Inderdaad, zo makkelijk kan het zijn. Nu kunnen de operaties gewoon verder gaan. En ik wil je trouwens ook aan de achterkant nog wat laten zien. Loop even mee. Wij hebben namelijk... Wacht even, wat was dat? Hoorde jij... Uh-oh. Ah! Het is gewoon gelukt. Gelukt, ja. Wat? Oh, maar ga wat... erheen. Nee, niet naar de tunnel. Of wil je naar de waterval? Ja, ik denk dat we nu naar die geheime basis. Maar wacht even, hebben we nou de gekke professor en de medewerker verslagen? Of? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Want de explosie was ook weer niet te dicht bij hun. Oh, dit is zo moeilijk, want die camera werkt ook niet meer. Nee, dat is wel waar. Oh. Nou, ik denk wel, zij zijn nog wel even zoet nu. Ja, dat is... Of ze nou verslagen zijn of niet, ze zijn daar nog even. Ik denk dat we ons klaar moeten maken en naar de geheime waterval moeten gaan, naar de basis. Ja. Dat zie je in de volgende aflevering. Special duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer, mensen. Doei. Ciao.